weer een vrachtwaggel aan. Lijnen. Ja, een hele goede morgen allemaal. Het is bijna 11:30. Dat is Spiedermans. En ik ben Karin Stammer van de Werf. Mijn man, die heb ik aan de telefoon. Gezellig. Die heet Roderick Stammer van de Werf. En wij heten jullie van harte welkom op ons YouTube-kanaal. Ja. Mocht je nog niet zijn geabonneerd, ik zou zeggen, hieronder heb je een abonneerknop. Maak die eventjes, klik die even aan. Heb je gelijk een belletje, doe die dan ook gelijk even aan, want blijf je op de hoogte. En dan heb je een duimpje. Doe, maak die even mooi blauw. En laat een leuke reactie achter. En dan zeggen wij heel veel kijkplezier gewenst bij deze gloednieuwe vlog. Nee, we gaan er ook niet in, jij. Zo, die ligt daar en die ligt daar. En naar die andere ligt, geen idee. Nou, blijkbaar mag ik het dus niet aankleden. Okay. Nee, want ik heb hier een hele mooie rode kater. Die vindt het leuk om hier te gaan liggen. In mijn armen. Handig. Ja. En ook gelijk eventjes dat hij me gaat wassen. Ook handig. Hé, likken, likken, lik, 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 lik. Dat zit aan mij, rode dakduivel. Alleen je verhaard, wist je dat? Monsieur. Ja, hij. En de dames die willen ook wat zeggen, hè? Toch of niet? Nee, niet. Nou, dan niet. Hi, kerel. Spiro, klaar. Nee. Kom. Nee, toch niet? Ja. Oh, ik ben nog niet helemaal wakker. Mm. Nee. Ik heb een schakel aan om mee te nemen, dat kan ik niet. Kom, moet dat? Spiet, je hebt schuurpapier. Dat is niet lekker op mijn gezicht. Ja, ga lekker nog op mijn neus. Ja, en ik moet even mijn oog krabbelen. Ach ja, dus dat. Nou, ik ga hem er lekker weer van afhalen, want ik wil aankleden. Piet, ik wil aankleden en ik wil voor hem, voor de baas, macaroni maken met kaas. Macaroni, mag dat? Maar dan kom ik naar jou, ja? Gezellig. Druk. Je bent ook druk? De heren die hebben zoiets van, zoek het allemaal maar lekker uit. Hè? Huh? Huh? Wat moet jij? Wil je ook kijken? Ja, maar dat gaat niet. Nee. Wat heb jij nou weer? Ben je Becky?
Nou, blijf je lekker rustig liggen, hè? Ik wil even kijken wat jij bij je... Oh, je kan helemaal naar achter al. Zo dan. Kom eens hier, schat. Kom eens hier. Lief, ik wil kijken bij je bekkie. Kom eens hier. Hey. Nou, dat ga ik even doen, even zonder camera. Hey, schat. Hoi. Hoe gaat ie? Ja, het was even een momentje. Toen gisteren, ja. Gisteren, van dat twee examens. Ja. Nou, één krijg je al door, nou, het is voldoende. Je hebt een paar steken laten vallen, maar het is wel voldoende. Ja. En oké, nou, weet je wel, het kan altijd nog naar beneden bijgesteld worden, maar ook naar boven. Maar ja, één ding als er wat kritiekpunt op, en dat was ik wat steken laten vallen. De andere waren goed. Ja. Het gaat erom dat je alle informatie vraagt die je nodig hebt om de casus op te lossen. Ja. En netjes vriendelijk, klantvriendelijk blijft, ook al wordt er boos tegen gedaan, et cetera. Mm-hmm. Nou, gewoon lekker rustig blijven. Ja, kijk, het is toch een rollenspel. Dus wat gebeurt er nou echt? Niks. Nee. Iemand zegt van dit en maar dat en is boos. Nou, jammer dan. Daar kan ik niks aan doen dat jij boos bent. Dan heb je drie keer werk van. Hoezo drie keer werk van? Nou, boos worden, boos blijven en weer afvoeren. Dat is handig, toch? Dus, maar goed. Ja, er staat de schoen aangetrokken. En keek even op mijn SVB, niet die jouwe. En er stond dus van, oké, drie examens geslaagd. Die andere twee, van nou, nog niet bekend. Maar die ene klikt je aan en zegt van, nou, dan kun je de voorlopige uitslag even krijgen. Of feedback op examen kon je krijgen. Klikken, toch? Ja. En er stond in van, nou, dat. Vier casussen. Eén Engels, twee, drie Nederlands. En van wat er al moest gebeuren, dat er netjes gesproken moest worden. Klantvriendelijkheid, probleemoplossend, et cetera. En stond er een leuk cijfer bij, van daar schrik ik een beetje van, met een score van 89%. Dat houdt in dus dat het een 9 is geworden. Ja, maar het kan nog altijd afgerond worden naar de 10. Het kan. Ja, dat kan. Ik denk het niet. Nee. Dat je dermate hoge score hebben dat je alles fout. Nou ja, en ze moeten dus nu nog nakijken, dus ja. Ja, ze kijken nog een keertje naar met z'n allen. Ja, voorlopig was het voldoende. En dan zie ik dat het voorlopige 9 is. Denk ik, oké. En het specifiek rapporteren, dat zeg ik nog even met een paar dingen van, heb ik dat wel goed opgeschreven. Mm-hmm. Alles in verleden tijd opschrijven, chronologische volgorde, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En ja, je moet de avondbar, zoals dat heet, moet je dan gebruiken ja. Om het rapport op te stellen. Maar die indeling stond al achter op het blaadje, van dat gaan we vanuit. Nou, okay. Dus daar kan je niet zoveel fouten in maken, denk ik. Nope. En dan zijn er drie rubriekjes van, nou, je gaat even beschrijven wat je gedaan hebt, de nodige acties en dan de sluitregels. Mm-hmm. Nou, ik weet dat er drie sluitregels moeten zijn en twee kopregels. Ja. Nou, en alles netjes in verleden tijd, niet voltooide tijd, verleden tijd, weet ik het. Mm-hmm. En reden van wetenschap noemen ze dat. Waarom weet je iets? Ik zie iets, ik hoor iets, ik ruik iets, ik voel iets. Ja. Dus ja, dat soort dingen zijn wetenschap. Van nou, kijk, ik zie iemand binnenkomen. Mm-hmm. Ik zie dat hij dit gaat doen. Ik zie dat hij weer vertrekt. Nou, wanneer komt hij binnen? Wie is het? En wanneer vertrekt hij? Hoe weet je hoe die heet? Uh-huh. Nou, ik hoorde hem zeggen dat hij ja. Meneer Aha was, zeg maar. Ja. Nou, dan hoor je dat. Dan kan je het opschrijven. Dat heb ik gehoord dat hij dat zei. Ja, klopt. En als er iemand anders binnenkomt, heeft zo'n mooi etiketje op dat blouse zitten. Nou, dan heb ik gezien wat op dat bloesje stond, op dat etiket op het bloesje. Nou, dat heb ik gezien. Uh-huh. Nou, dat zijn dus redenen van wetenschap, zolang je die handhaaft. En dan zegt van, oké, dit allemaal gebeurt. Die is gekomen, dan is gekomen, dan is hij weggegaan, die is gekomen, die is weggegaan. Uh-huh. Wie is gekomen, wie is er weggegaan. Ja. En wat zijn jouw acties erin? Van, nou, wat hebben we allemaal gedaan? Uh-huh. En wanneer? Nou, prima. Dan moet dat voldoende zijn, denk ik. Dat denk ik dan wel, ja. Nou, dat hoop ik, ja. Ja. Dus, maar ben je wel een beetje trots op jezelf? Ja, het is even overdonderend. Van oké, ze zeiden gisteren het is voldoende. Nou, voor mij is dat een 6 of een 7. Liever een 7 dan een 6 natuurlijk. Maar een 9 had ik niet verwacht, nee.
Dus je bent trots op jezelf. Een beetje over het 100, ja. Dus ja. Maar je bent wel blij dat je hem eigenlijk nu in de pocket hebt. Nog. Ja, 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 oké. Okay. Je moet hem nog krijgen, maar... Ja, goed, maar lager dan een 5 gaat niet worden. Lady, wat doen wij daar? Zo, per geit. Ja, dat is leuk. Toppie, dank je. Nee, goed, maar er moeten wel wat rare dingen gebeuren. Wil het omlaag gaan naar onder de 6? Ja, dat denk ik niet. Je hebt een 55% score nodig. Uh-huh. Om te kunnen slagen, minimaal. Uh-huh. Ik had 89%, dus zit er ruim boven. Yep. Dus stel, er gaat 20% punten af. Ja. Zit ik nog op 69, dan ben ik nog steeds geslaagd. Yep. Nou, dus als je een vijfde van de score afhaalt, van nou die ene kaas, dan heb je helemaal verknoeid. Dan ga je weg. Ja. Nou, dat is 25 punten eraf. Uh-huh. Nou, dan heb je dus nog 64 punten over. Dat is meer dan 55, dan nog steeds geslaagd. Dus uh-huh. één kaas kan je gewoon weggooien eigenlijk. Ja. Ik ben nog steeds geslaagd. Dus dat geeft rust. Dat is mooi. Ik zou zeggen, schat, gefeliciteerd! Dankjewel. Ja, nee, we gaan weer Roderick uitzwaaien samen met jullie. Nee, ik zie er niet helemaal uit. Oh, wacht even. Moppie! 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 Je vergeet je eten. Ja, en die staat hier nog. Ja, dan zou je hem toch even moeten ophalen. Nee, ik ga niet gooien. Ja, Amoula. Loop. Mijn mannetje hoor. Op weg naar zijn werk. En het is koud buiten. Nee hoor, ik heb gewoon eventjes in een zakje gedaan. Ik heb het even naar Roderick gegooid. Naar beneden net. En dan gaat hij dus met de auto, met de toetoet. Naar zijn werk. Weer. Het is koud, dames. Ik pleur zo die deur dicht. Het is 10 graden, man, gek. Jeetje. Boe. Ik sta ook precies hier in de wind, hè. Ik moet er soms een lekkere trui aan. Nee, moet nog stad. Oh, hij gaat weg. Hij gaat wegrijden. Kijk, 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 kijk. Gaat hij draaien? Ja, makkelijk. Naar achteren rijden. Wat draait hij netjes hè? En voorbeeldig ook, hè? Ja, werk ze, moppie doppie. Ik hou van jou. Tot vanavond. Met lopen, denk ik zo, als ik me goed voel. Ja, hi. Zijn jullie er ook? Ja, ik ook. Scheelt weer. Maar, waar ik net achter ben gekomen. Dat er een hoop kijkers niet zijn geabonneerd. Nee. En dat vind ik jammer. Weet je waarom? Omdat het gewoon jammer is. Als je nou abonneert, dan help je mij ook. Meeste van de kijkers. Nou ja, weet je wat? Ik laat het gewoon lekker zien. Kijk, meer als de helft is niet geabonneerd. Meer als de helft. Abonneer mensen, abonneer. Want dan help je jezelf, maar ook mij. Dus, ben jij nog niet geabonneerd? En heb je zoiets van, hey, ik wil abonneren? Nou, ik zou zeggen, doe het gewoon ook hier. En doe dan ook gewoon het belletje aan. Want dan blijf jij, ja, jij, op de hoogte met alles wat ik online plaats. Als je toch niks wil missen. Doe het, het is gratis. En heb je dan nog geen Google-account? Ja, dan kun je hem nog even aanmaken. Maar weet je nog niet hoe het moet? Altijd mij of Roderick vragen, of iemand uit je familie, of wat dan ook. Dus, mensen, nog één keer. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer hieronder. En dan doe het belletje aan. Hier heb je naast, hier ergens, heb je een duimpje. Doe die dan ook even gelijk omhoog, als je dan gelijk gaat abonneren. En
laat dan onder helemaal een leuke reactie achter. Dus helemaal top. En dan ga ik zeker reageren op jouw comment. Dankjewel. Dankjewel voor je medewerking. En misschien heb jij dan ook nog weer leuke ideeën voor de vlogs. Dus heb jij leuke ideeën? Abonneer. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog en reageer. Dus dankjewel nogmaals. Ja. Ja, nou, er werd wat aan mij gevraagd. Hoe je dus een video in de première moet zetten. Dus dat laat ik jullie zo meteen ook even lekker zien. Maar sowieso gaan wij dit weekend een nieuwe intro maken. Ja. Ben je dus nog niet geabonneerd? Doe het dan op dit leuke kanaal. Ja. Nou, wat ik dus doe. Ik ga naar deze icoontje. Dan ga ik daar naartoe. Dan krijg je een heel ander leuk scherm. Ga ik daar weer naartoe. En dan ga ik daar naartoe. En dan ga ik daar naartoe. Yay! Nou, ga ik gelijk even mijn mooie fotootje erbij pakken. Foto's, zwembad. Hartstikke mooi. Nou, die kan nog altijd. Dan ga ik naar zichtbaarheid. Ja. Nou, dus ik ben dus nu bij zichtbaarheid. Dan ga ik naar plannen toe, want je hebt hier heel veel. Privé, verborgen, openbaar. En dan ga ik dus op plannen drukken. En dan heb ik hier dus première. En dan ga ik even kijken wanneer ik mee moet plannen. Dat is 15e. En dan doe ik hem op de 15e. Om 2:00. Zoals gebruikelijk. Nou, en dat is dus in de première. En dan doe ik nog even naar details. Nou, deze moet Ron nog even aanpassen. Even lekker naar beneden. En dan ga ik hier nog een leuk tekst schrijven. Van, ik ga hier mijn zwembad opzetten. En nog veel meer, veel meer leuke dingen doen. Dus kijk, gezellig mee. Zo, en dan doe ik dan op volgende. En dan volgende. Nou, die hebben we net gedaan, want dat doe ik altijd zo. En dan ga ik naar plannen. Yeah, joepie. Ook weer gedaan, 15 juni. Ja, top. Duimpje omhoog als je deze weer leuk vond. Ja, je trekt nog een beetje, meisje. En dat doet zeer. Zometeen ben je moe, hoop ik. 3 uurtjes lopen. En als je dit 3 uur lang volhoudt, maar weet niet, maar ik denk het niet. Zo trekken. Kijk, en daar hebben we Lady erbij. Lovely. Dat is rustig. Ja, je wil werken, dat weet ik. Maar doe eens even rustig, schat. Kom. Kom maar, en door. Niet op het fietspad, dat weet je. Goed zo. Ach, doe maar, Lady. Even door, Lady, door. Kom. Goed zo. Nou, zoals jullie kunnen zien, heb ik de honden lekker bij me. En ja, ik ga dus nu Roderick ophalen. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 7:45. Dus ik heb eventjes in de tijd en mijn hondjes. En hoop ik en dat Loffie ook wat minder gaat trekken zometeen. Ja. Maar ik ga nou niet de hele weg filmen. Dat ga ik nou niet doen. Nee. Nou, ik loop. Ik heb
die grote kruising ook alweer gehad. En dan is het rechte weg naar Leiden toe. Ja, er komt een scooter aan, lieve schat. Er komt een scooter aan. Maar jullie willen zo graag de hele fietspad in beslag nemen. Laat maar niet doen. Kom, lopen. Kom maar, liefjes, kom maar. Ga maar lekker in de knoop raken. Ik vind het helemaal best. Goed zo. Ja. Lovely, daar wil ik ook jou aan deze kant, nee, aan het graskant hebben, schat, want je trekt. De lieve schat, die kant op, kom. Ja, ik wil jou aan die kant hebben, lief. Want je trekt mij die kant op. Jut, jij ook, kom op. Los, goed zo, kom maar. Goed zo. Kom, kom, eigen weg en door. Lieve schat, jij trekt ook. Lady, ga jij anders even aan die kant lopen, kom. Want jij bent de oudste. Hou ze maar een beetje. Deze kant, Lovely. Je doet me zeer met trekken. Want jij trekt het meeste. En jij trekt mij de verkeerde kant op. En dat doet me zeer. Ja, dat doet me zeer. Want je lijn die is ook onwijs strak. Wat niet hoeft. Nope. Lieve schatjes, ga nou eens gewoon even aan deze kant lopen. Juist. Leed, kom op. Leed, kom maar. Maar lekker naast me lopen dan. Nee? Niet? Oké. Okay. Best. Nou, ik loop nu net een uur en 3 minuten. Ja, dan trek ik zo terug, hoor, schat. Geen probleem. De hondjes die zijn nog eens lekker gezellig mee. Ik heb dit lekker op de nu bij me. Ja. Mooi uitzicht hier. Wat wil nog iemand nog meer? Yes. Dus ja, gezellig. En ook dat jullie lekker weer even van alles een beetje mee kunnen genieten. Ja. Als er dus een vrachtwagen aankomt, wat ik dan altijd doe, is dit. Dus, ik ga straks even kijken. Als er weer een vrachtwagen aankomt, dan heb ik mijn camera dus gedraaid. En dan doe ik dus dat. Dus even kijken of ze dan ook gaan toeteren. Yep. Maar ik ben gewoon benieuwd, dus we zullen het zien. Oké, er komt een vrachtwagen aan. No! PostNL, ja tuurlijk, wat else? Kijk, poging nummer 2. Hé, hey, ook niet. Die bereidt het niet, jammer. Er een soort van vrachtwagen aan. Weet niet of je me ziet. Ziet me niet. Nope. Yes, 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 yes. Haha, dat is leuk. Ja, 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 ja. Komt weer een vrachtwagen aan. Yo. Mag eigenlijk wel zwaar niet, maar bescheid dan. Nou, de dames vonden het leuk om even lekker het water in te gaan. Moet eens kijken, de reet is lekker zwart. Hé, lady, lekker hè? 1,5 uur aan het lopen hè? Rustig aan hè? Alleen de dames die willen zo snel. Ja! Dus die moet ik iedere keer een beetje afremmen. Ja! Iedere keer een beetje afremmen, want lady is wat ouder hoor, dames. Ja! Het gaat allemaal niet meer zo snel. Kijk! Ga mee! Tutti! Tutti, Fritje! Hi! Ga mee! Kom! Keurig! Dames, jullie trekken te veel. Kom! En lopen. Niet zo trekken, lieve schat. Is niet nodig. Niet nodig. Ja, want jij gaat gelijk in de bulldozermodus. Die daar. Hé, hey, was je er ook weer? Kom, gras op, dames. Gras op. Hallo, gras op. Dank je. Lopen.
Goed zo, kom. Blijf, ga mee. Goed zo, keurig hoor. Niet zo trekken, is niet nodig. Is moeilijk, hè, trekken. Hè, leed? Jij. Jij. Ik weet niet of we het heel goed kunnen zien. Maar hier heb ik iets wits. En dat is een huisje. En dat is het huisje van de koning. Onze koning Willem-Alexander. Ja. Heel lief, klein, schattig woninkje. Ik weet nou niet of hij al verkocht is trouwens. Nu kunnen jullie het vele malen beter zien. Maar dat is de huisje van de koning. En yep. Schattig huisje, hè. Ik ben weer hier bij de bouwput. Waar de vorige keer die hele streep niet zichtbaar was. Nu wel. Nou heb ik twee koetjes boe in de weilanden. Hup. Dames, kom. Oh, je reed net daar aan die kant. Hola. Ze hebben wat gezien. Daar. Dames, dan hoeven jullie ook weer niet zo te trekken. Alsjeblieft, dank u wel. Ja, over, kom. Zo. Nee, want dan gaan jullie weer zwemmen. Dat gaan we niet doen. Lopen. Kom maar, meis. Nee, kom. Los. Allemaal vieze schuim. Bleh. Nou, ik ben dus alweer hier. Heel mooi. Kijk. Leuk. Nee, want ik haal dus weer gezellig Roderick op. En de dames hebben dus koetjes in het vizier. Is leuk. Koetjes in vizier. Ja, kom maar. Kom maar. Dat zijn koeien, ja. Kunnen jullie er toch niet bij? Liefjes, kom. Lekker bij elkaar blijven. Vind ik het helemaal geweldig. En nou niet zo trekken. Allemaal meisje. Hele hoge kraan. Ja. Yeah. Hier zijn ze bezig. Kom maar meisje. Het is oké. Ja. Yeah. Lovely, niet zo trekken meisje. Want je trekt onwijs. Nog steeds. En we zijn bijna in Leiden. Hoe laat is het nu? Hup. Het is nu 10:15. Yep. En ik moet om 11:30 en bij Roderick zijn werk wezen. Yep.
Oh, nee, 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 nee. Dank je. Ik weet niet of jullie het zien, maar de maan is mooi. Die is mooi. Ik probeer hem even in te zoomen, maar hij wordt dan niet zo heel mooi. Ja, wat is dit? Lovely. Beauty. Beauty. Lady. Kom maar, ga je mee? Rustig lopen. Ja, dit is weer wat nieuws, hè? Een tunnel die echo maakt. Ik weet ook niet hoe ze dat hebben gedaan. Nee. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet hoe ze die echo hebben gemaakt, maar dat is wel leuk. Wauw. Wauw. Miauw. Kom maar. Lopen. Rustig met die lijnen. 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 Lovely. Kom maar. Lopen. Hij is leuk, deze echo-tunnel. Hij is leuk. Echo. Echo. Ja, nou, zoals jullie weten moet ik nog heel eventjes naar Roderick toe. Dat is gezellig, leuk. Maar ik ga gewoon deze leuke vlog afsluiten. Eens een keertje lekker midden in de natuur. Terwijl ik aan het lopen ben met de hondjes. Ik zou zeggen, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. Doe gelijk het belletje aan. En doe het duimpje gelijk omhoog. En als je tijd hebt en het leuk vindt. Dat vinden wij namelijk wel altijd leuk. Om even nog even te reageren. Over goede dames. Lekker aan het graven zijn. Hey, dank jullie wel. En tot morgen weer. Doei!